Schitterend plaatje. De zon komt op in het mooie Frankrijk. We zitten in het plaatsje Allemont, de plaats waar Team Westland is neergestreken, vlakbij de Alpe d'Huez. En daar vindt aanstaande donderdag de grote tocht plaats, de Alpe d'Huez. Naast mij voorzitter Dirk Huis van Team Westland. Dirk, dit jaar een verdubbeling van het aantal renners. Dat betekent ook een verdubbeling misschien van het aantal supporters. Dat legt denk ik heel veel extra druk op jullie als organisatie. Ja, we wisten ook niet wat er op ons af zou komen. Maar ik vind tot heden toe gaat het perfect eigenlijk. We hebben meer mensen in het vrijwilligersteam zitten. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Die hebben van alles opgebouwd de laatste dagen. En die zijn nu ook alweer spandoek op de berg aan het ophangen. Ja, en het loopt eigenlijk toch wel weer soepel, laat ik het zo maar zeggen. Het is niet alleen dat je voor het goede doel bezig bent. Maar het is gewoon voor de sociale contacten met iedereen. Dat geeft mij een heel sterk punt voor Team Westland. Dat is mooi gezegd. Dus eigenlijk maakt het jou als mens en als persoon in het bedrijf maakt het gewoon sterker. Ik zal je eerlijk zeggen, als iemand een beter mens wil worden, moet hij in een doel meegaan. Voor een goed doel eigenlijk, voor goede acties van te maken. Wanneer is voor jou Alpe d'Huez 2012 geslaagd? Nou, als we vrijdag alles hier hebben afgerond, de mensen het naar de zin hebben gehad en geen ongelukken zijn gebeurd. En dan we een gigantisch mooi bedrag kunnen overhandigen aan de stichting Alpe d'Huez. Mooi vinden, ja. Nou zijn we eindelijk op de Alpe d'Huez. Hoe is het, hoe bevalt het tot nog toe? Ja, helemaal super. De sfeer is goed en het is lekker weer. We hebben gisteren een beetje regen gehad, maar het is nu gewoon super. Helemaal top. Helemaal top. De vorige keer dat ik je sprak had je zo'n mooi blauw bandje om je arm. Dat is nou weg. Hoe gaat het met sleutelbeen? Dat gaat een stuk beter al. Het is beter dan een week geleden. Het gaat heel erg vooruit. Dus het was zondag 3 weken geleden. En vandaag gaat het gewoon nog goed. En wat betekent dat voor jouw deelname en de klimpartijen de Alp op? Ik heb gisteren een berg op gereden en dat ging gewoon goed. Ik heb nog niet afgedaald, want dat risico wil ik nog niet nemen. En vandaag gaan we het weer proberen. Misschien dat ik wel ga proberen om naar beneden te rijden. Maar... Naar beneden te rijden? Zou je dat wel doen? Ja, dat hangt helemaal vanaf hoe het gaat. Dat is helemaal van... Maar tot nog toe, geen problemen. Die 6 keer die staan erop. Ja, ik had, hoe het er nu uitziet, ga ik gewoon voor de 6 keer heen. Omhoog. En nee. Omlaag met de auto. Omlaag met de auto. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down. Dit is vandaag de eerste training op de Alpe d'Huez. Is het nu niet zeg maar verkeerd om zeg maar zo vlak voor de echte tocht nog volop te gaan trainen? Ik heb dus bewust heel rustig gereden. Ja. Hartslag niet boven de 150 laten komen. Ja. Hey, en waarom ga jij die berg op? Wat is jouw drijf? Ja, iedereen heeft met ziekte te maken natuurlijk. Mijn eigen vrouw is ziek geweest. Ja. Fiets morgen Alpe d'Huez. En gelukkig is ze goed, is helemaal genezen weer. Dus. Ja, en keihard aan het sporten allemaal weer. En, dat alles voor het goede doel. Merk je nou ook dat met die gedachte dat het fietsen iets makkelijker gaat? Elke bocht heeft een idee van een, dat er een bekende achter zit die of strijdt of er helaas niet meer is. Ik sta hier vlak voor bocht 11 naast Joop van Team Polana. Joop, jij zit helemaal uit eigenlijk. Ik voel me een beetje bezwaard, want ik sta hier redelijk relaxed. En jij zit helemaal bezweten. Hoe gaat het tot nu toe? Ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe gaat het redelijk goed. Ja, ik mag niet klagen. Nee. Ik kan het nog volhouden. Wel op mijn eigen tempo, dat wel. Hey Joop, kun je iets vertellen over Team Polana? Want jullie zijn een eigen team, maar eigenlijk ook weer niet. Want jullie zijn ondergebracht in Team Westland. Ja, dat klopt. Wij zijn met 9 personen. En nou, omdat ik ook de ziekte gehad heb... toen ik beter was, toen zei René van Dijk van nou ga ik voor jou de Alpe d'Huez fietsen. Dat was vorig jaar. En toen schreef hij ook van nou hoop ik dat Joop hem volgend jaar kan fietsen. Nou toen heb ik dat gezegd binnen Polana, want daar ben ik inmiddels voorzitter van. En ja, toen zei mijn eigen zoon van ja, dan ga ik ook mee. Toen zei je 2 vrienden van hem, daar ga ik ook mee. Ja. Toen zei je 3 vrienden van mij, daar ga ik ook mee. Ja, op slot sta je hier met 9 man. Ja, dat is alles om je heen. Je gezin is erbij. Ja jongens, waar hebben we het nog over? Ja. Maar dat is denk ik een heel emotionele rit voor jou dan? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Een week geleden werd iets geconstateerd in mijn nek. En daar dachten ze van dat het weer hetzelfde was. En daar heb ik afgelopen donderdag uitslag van gekregen dat het niet zo was. Meen je? Dus ja, ja, kan ik zeggen. Nog meer drijf om naar boven te gaan. Ja, ja. Ja nee, dan stop je nooit meer. Ja, dan denk ik, ja jongens, wat is nou zo'n berg nog? Bij deze ga ik de check overhandigen aan het bestuur van Team Westland. Namens alle Team Westland leden... Bedankt voor jullie inzet. Bij deze
Mensen. Hierbij de check van Team Westland voor... Ja, dat is een hele bijzondere setting. Ik fiets hier naast Petra Hofstede. Petra, jij bent hier niet voor niets. Jij gaat morgen de Alpe d'Huez beklimmen, de Alpe d'Huez. En we gaan nu samen wel een soort proefritje maken. Ja, we gaan even trainen, toch? Ja. Lekker weer, Hollands weer. Het is typisch Hollands weer. En ik kan heel veel training gebruiken. We gaan trouwens nu de berg op. Dus dat betekent dat ik nu echt aan de bak moet. Maar wat is jouw doel? Voor wie ga jij die berg op? Nou, in oktober zijn mijn spinningmaat. Roel de Bakker van Vals Spinning. Ja. Al 10 jaar. Het lijkt me zo leuk als iemand van Vals Spinning meedoet. Aan de Alpe d'Huez. Hoor je me even? Ja, ik hoor het mezelf ook wel blij dat jij praat. En hij zegt, als jij dit nou doet, want ik heb er niet zoveel mee. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik had wel zin in een nieuwe sportieve uitdaging. Ja. 6 weken geleden, of 8 weken geleden, kreeg Roel zijn dochter leukemie. Dat meen je niet. Ja, is echt vreselijk. Hoe oud is je dochter? 6 jaar. 6 jaar? Ja. En ik heb Noor beloofd voor haar de berg op te gaan. Ja. En ik ga gewoon voor 6. Lieve Noor, ik zou naar je zwaaien. Zet hem op, hè, Noor. Je kan het. Ik kreeg gisteren een berichtje van papa dat je in het ziekenhuis ligt. Ik hoop dat je er vandaag weer uit bent. Noor, we gaan ervoor. Met z'n allen. Met een topper. Kom op, hè. In deze omgeving moet je een beetje zachtjes praten. Ja, een beetje wel, hoor. Want ze liggen hier lekker om te ontspannen, de mannen. Voor de grote dag van morgen. Jij bent 5 jaar geleden ben jij samen met Laura als masseur meegegaan. Ja, ja. Toen heeft Martin Boonstra gevraagd of ik mee wilde gaan als verzorgster. Met het eerste team toen. En toen zag ik dat alleen niet zo zitten met al die mannen. Nee hoor, maar toen heb ik gevraagd of Laura, was een klasgenootje van mij toen, of die mee wilde gaan om te helpen. Wat ben jij hier nou aan het doen? Nou, bijvoorbeeld Stanley, die komt nu nog eventjes, die wil morgen echt als een komeet naar boven. En die heeft heel erg last van zijn onderrug, van het fietsen. En nou ja, die proberen we nu een beetje los te maken, zodat hij morgen kan vlammen. Helpt dat dan ook echt of zit dat gewoon tussen jouw oren? Ik denk van allebei een beetje. Het helpt altijd, want het is echt wel de kleine dingetjes die je voelt. Die voel je ook echt beter worden. Maar ja, voor jezelf moet je er alles aan doen, dus... Yvonne, acupunctuur, nee. Wat doe jij met die naaltjes? Het is geen acupunctuur, het is draainiedeling. Draainiedeling, het is eigenlijk hetzelfde als... Waarom, wat betekent dat in het Nederlands? Het is eigenlijk een naald in de spierbuik stoppen en dan laat hij los. Naald in de spierbuik stoppen en dan laat hij los. Ja. Nou, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ik zal het even voordoen. Juist, gaan we borduren, Mark, let op. Let op. Dan heb ik hier een stukje verkramping in de spier. Ja. Dan kan ik een naaldje inzetten. Ja, dan krijg je alles los natuurlijk. Kijk, en dan kun je hem draaien. Ja, ja. Dan draai je hem zo los. Jo. Nou, laten we nou maar... Draai jij eens even, dan gaan we even naar Mark's kop kijken. Hoe ziet dat eruit? Nou, dat gaat prima. Als jij ver uit de buurt blijft... zeker niet aan die naaltjes gaat zitten. Maar doet zeer, of niet? Nou, je voelt een heel klein prikje. Ja, ja, ja. Nee, maar dat gaat goed.
Het is een paar minuten voor de start van de Alpe d'Huez. De tocht die op woensdag wordt gereden. Speciaal met name voor de dames, volgens mij. Ja, doen ook wel heren mee. Ik heb het gezien. Het deed wel zus, maar inmiddels wel heren is het een soort combinatie hier. Ja, het is meer een rit voor de begeleiding, de familie die erbij is. Ja. En daar is het ooit zo voor ontstaan. Ik doe het gewoon ieder jaar één keer. Omdat ik ook de mensen heb waarvoor ik naar boven wil fietsen. Dus... En wie zijn dat in jouw geval? Nou, op dit moment, ik heb 5 mensen in mijn omgeving die ziek zijn en ook net zijn overleden. En nu eigenlijk wel heel speciaal, de vader van een hele goede vriendin van mij is afgelopen maandag overleden aan kanker. Dat is Herman van der Klauw uit Naaldwijk. En ik wil nu voor hem en zijn familie omhoog fietsen. Wat is er gebeurd, schat? Ik ben gevallen al voor de start. Het is een beetje dom. Dat meen je niet. Ja. Maar ik heb echt voor Paula gefietst. En die heeft me geholpen. Anders was ik nooit boven gekomen. Wat een kut, zou ik. Oh. Nou, dat geeft niks. Dat komt recht uit je hart. Vind je niet? Ja, maar ik doe het echt nooit meer. Respect voor iedereen. Ik heb er geen woorden voor. Bocht 1 tot 0 was echt help. Maar nu... Ja, top. Kun jij beschrijven, want wij voelen dat hier, jij helemaal, maar voor de kijkers thuis, wat je voelt als je hier het laatste stukje fietst met al die mensen. Wat voel je dan? Ja, het is gewoon niet te beschrijven. Het is gewoon geweldig. Je kan het zo vaak op tv hebben bekeken, maar als je de fietst, dan ja, het is gewoon niet te beschrijven. Dat is niet te voorstellen totdat je het gedaan hebt. We staan vlakbij de tent van Team Westland, bovenop de top van de Alpe d'Huez. En ik sta weer tussen een viertal helden. Want deze mannen hebben het voor elkaar gekregen om vandaag ook de top van de Alpe d'Huez te bereiken. Maar dat viel niet helemaal mee, geloof ik. Het viel niet mee, het is een hel. Het is echt een hel. Ik ben naar boven gebracht door Willem. En René is naar boven gebracht door Alt, anders hadden we het niet gered. Maar hoe is dit idee ontstaan? Want volgens mij is het een vrij ludieke actie van jullie. Ja, het is ontstaan eigenlijk door onze grote mond in de kroeg. En dan zei je, joh, waar gaan we omhoog? En dan zullen we zeggen, jij gaat nooit omhoog. En ja, toen kwam de weddenschap. Natuurlijk. En dat bedrag dat ging natuurlijk met elkaar allemaal mee toch wel tot 12.000 euro. Dus we konden niet meer terug. Maar even alle duidelijkheid, jullie hebben met z'n vieren 12.000 euro opgebracht. Ja, ja. Jij bent op deze schoenen naar boven gefietst. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal van de grote mond. Ik heb hier ooit Peter de Bruin op klompen naar boven zien gaan. En toen zegt dat verhaal stond ik te vertellen. En toen zegt er een tegen me van, dus komt daarop neer dat als jij op skischoenen zou jij het ook halen. Ik zeg, ja, tuurlijk, makkelijk. Ik sta hier naast Carly. Nou, het is wel lekker om even een held in mijn armen te hebben voor vandaag. Je bent boven gekomen, Carly. Ik ben boven gekomen. Het Hoe was ging het? Zwaar. Ja? Ik heb een verschrikkelijke zere kont. Maar dat vind ik niet gek. Nee, maar ik heb constant in gedachten gefietst. Mijn vader, die in januari is overleden aan kanker. En dat vond ik gewoon fantastisch om te kunnen doen. Ik heb zijn foto in mijn zak en ik ga hem ook echt hier ergens in het kerkje zetten. En ik ga een kaarsje opsteken. En ook voor mijn lieve nicht Jolanda, die is zwaar ziek. En ja, Jolanda, lieve schat, ik heb constant in gedachten jou gehad. En het heeft me echt naar boven geholpen. Ik hou van je. Jemig, Rob. Dat is nog eens een geel. Ja, als je thuis vertelt dat je om 3 uur 's nachts zit te ontbijten in Frankrijk met een stel wielrenners, verklaar je voor rek. Ja, dat geloven ze niet, maar gelukkig kunnen ze nu zien. Ja, en achter ons zitten de mannen klaar, want voor hun is vandaag de grote dag. We gaan de berg op, we gaan de berg af, we gaan hem weer op, we gaan hem weer af tot vervelend toe. En wij gaan ervan genieten. Absoluut. De meesten hebben volgens mij slecht geslapen in zoverre dat ze vol zitten met adrenaline. Het gaat er allemaal uitkomen vandaag. We gaan het zien. Op naar een mooie dag. Top. Not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Hoe staan we ervoor? En bijna vooraan dus. We staan goed. Ja, bijna vooraan, we staan goed, ja. Maar wat gaan we doen vandaag? We gaan lekker fietsen en genieten. En hoe vaak gaan we fietsen? We gaan voor de 6 keer. Maar... En ga je dan nog steeds in die auto naar beneden? Nee, met die auto gaan we niet naar beneden. Ga je echt alles... We gaan, zolang het gaat, ga ik gewoon naar de haven. Dat ken je. Natuurlijk wel, gisteren ging het ook.
Als jij dat tegen je dokter gaat vertellen, wordt hij helemaal knettergek, of niet? Daarom houden we ons mond erover, hè. Hey, veel succes. Ja, dankjewel. Als jij de zesde keer gehad hebt, dan nemen we boven op die berg nemen we een drankje. Dan nemen we alpenmelk. Alpenmelk, op het succes. Inderdaad. Veel plezier. Ook nog een beetje fris bovenop de berg. Je achter ons ziet langzaam licht worden en we zijn in afwachting van de allereerste renner. En dit is de magische streep van vandaag. Iedereen die hier overheen gaat komt met een heel voldaan en vooral denk ik een bijzonder emotioneel gevoel naar boven. Wij zijn in afwachting van de eerste renner. Benieuwd wie dat is van Team Westland. Maar dat gaat niet lang meer duren, dat weet ik zeker. Ik wil niet heel veel zeggen, maar gewoon als nummer 3 boven. Ja. Lekker rijden. En het allerergste vind ik eigenlijk nog, je staat hier gewoon redelijk fit naast me. Ja, maar het is waar dat je denkt. We moeten nog 5 keer, dus. Hey, hoe ging het? Ja, ging super. Mooi. Echt stil onderweg en over Kourtoe kom je weer in een bocht. Echt uniek. Het is helemaal super, dus. Wat weinig zon en veel behang. Hey Barry, net over de finish, je wil eigenlijk gelijk door natuurlijk. Schoon shirt aan en weer naar beneden, hoe ging het? Ja, lekker. Ja, het is gewoon emotioneel en het is gewoon bijzonder. Het is echt, je wordt gewoon omhoog gedragen. Dus. Wat was een emotioneel moment voor jou tijdens de eerste rit? Gewoon de start en hier zo binnenkomen. Dus. Kippenvel. Ja. ja, wat moet ik zeggen? Dit is onmenselijk. Dit is, wat ik nou mee heb gemaakt is uniek. Ik heb hem nou 2 keer gereden. En ik heb de eerste keer heb ik hem gereden voor een heleboel mensen die ik beloofd had om te bedanken voor alles wat ze gedaan hebben voor mij. Dat is mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden, Team Westland, Polana, noem ze allemaal maar op. Die hebben me geweldig gesteund. Daar heb ik de eerste keer van naar boven gereden. De tweede keer heb ik echt naar boven gereden voor 3 speciale mensen. Mijn vader, veel te vroeg overleden. Mijn zwager, die het gehad heb en hopelijk nooit meer gaan krijgen. En een collega die... die er keihard voor vecht op dit moment. En daarnaast had ik een heel zootje op mijn rug. Dat zijn alle mensen die nu ziek zijn. En waarvan ik weet hoe hard ze moeten strijden tegen die ziekte. En waarvan ik zeg van, jongens, blijven hopen, blijven knokken. Ook voor je gezin. Ook het gezin moet meedoen. En blijf werken, dan zie je. Kijk wat hier staat. Wij staan hier samen. Alleen maar omdat we geknokt en omdat we gehoopt hebben. Hoe is het om samen met je vader dit te beleven? Ja, schitterend. In 1 woord, schitterend. Ik ben zo verschrikkelijk blij dat hij er dan nog kan fietsen. Want het is echt wel moeilijk geweest, maar dit is waar je naartoe gewerkt hebt. Hè? Mart van der Sar, jij hebt wel een hele bijzondere huwelijksreisje, want er zijn weinig mensen die de Alpen in beklimmen. We hoorden dat er 30.000 Nederlanders zijn. Maar er zijn er maar 2 op huwelijksreis. En dat ben ik en mijn vrouw. Ik heb een half jaar hard getraind. En ik ben in topconditie. Dus het moet er nou maar van komen. Dit is wel een hele bijzondere manier, wat is er met jou gebeurd? Nou, naar boven gekomen, hè? Ja, voor de hoeveelste keer? De derde keer. Maar heb je een lekker band gereden? Nee,
Dit is voor ons nieuwe programma natuurlijk, hè? Dat is. Zomaar het duel natuurlijk, hè? Wat wil je doen? Ik kom bijstaan in duel. Sowieso die mensen hier allemaal bedanken. Vooral ons eigen team, Team Westland. Maar jij vertelde me van de week ook dat je niet zomaar naar boven fietst. Nee. Hoe ging dat vandaag? Super. Zwaar, maar emotioneel. De eerste twee keer is voor allebei de vaders geweest, voor mijn vader en mijn schoonvader. Dus, hoe heb je aan ze gedacht? Nou ja, voor mijn vader vooral veel met muziek. Wat voor muziek? Voor Johnny Cash. Gozer, hoe is het? Super. 6 keer? Ja, we hebben het geflikt. En hoe is het met dat sleutelbeen? Goed. Goed? Ja. Wat heb je nou voor een gevoel? Je bent net de streep over. Super. Ik had het beloofd en ik heb het maar ruim weer gedaan. Ik heb genoten, hè? Dat weet ik zeker. Het is geweldig vandaag. Mooi weer. Het is geweldig. De mensen eromheen. Helemaal top. Ongelooflijk. Ja, ik zit er zelf ook echt... Ik had het nooit verwacht dat ik dit voor elkaar zou krijgen. Dan zie je wat vader Nico met jou doet. Ja, he? Inderdaad. Hij heeft me naar boven getrapt. Vorige week was ik nog op jouw bruiloft. Vandaag heb je een andere outfit aan. Jullie hebben een hele bijzondere huwelijksreis. Want Mart is nu nog steeds bezig met zijn beklimming. Hoe gaat het met hem? Ja, hij heeft het heel zwaar wat ik begrepen heb. Ik heb niet echt contact met hem, maar via hoor ik, krijg ik van alles door. Hij kan elk moment in binnenkomen met Jan Ol en een aantal goede vrienden, Gert Kruijf onder andere. Dus ja, ik ben echt super benieuwd. En wat betekent zijn prestatie voor jou? Ja, geweldig. Geweldig. Geen woorden voor. I let it fall. Eens maar nooit meer, jongens. Het was heel bijzonder. Ja, het was heel bijzonder. Maar je hebt het wel voor elkaar gekregen. Ja, dankzij die jongens. Die hebben me omhoog gesleurd. Jan en Daniel en Gert natuurlijk. Was het zwaar? Ja, lucht had ik wel, maar kramp joh, kramp. Martin Boonstra, nou ja, verhaal is genoegzaam bekend. Hè? Doodziek geweest, gelukkig genezen. En nou, na vorig jaar een poging, ga je hem nou helemaal op? Ik heb wel de plan om vandaag even naar de top te gaan, om de 21 bochten te slechten. Ik heb nog wat goed te maken met vorig jaar. Dat heb ik mezelf beloofd en dat gaan we gewoon invullen. Dat ervaar je ook zo, Mart, dat je iets goed te maken hebt? Ja, ik zag het vorige keer, die twee bochten, niet als een mislukking. Want ik heb een prachtige dag gehad, met een hele beleving erbij. Maar ik heb nou zoiets, mijn waarden zijn allemaal zo gestegen, dat er eigenlijk geen excuus meer is om die 21 bochten niet te slopen. Net over de streep, Petra. Ja, zo kicken. Ja? Ja, helemaal ontroerd. Ja, was dit de mooiste rit de laatste? Nee, het was gewoon zwaar en het was heel warm. In het dal is het heel warm. Volgens mij wel 35 graden bij wijze van. We hebben van de week samen een mini training gehad op de berg. Toen heb je een heel indrukwekkend verhaal verteld. Ja. Voor wie jij vandaag naar boven bent gegaan. Ja. Hoe ging dat? Ja, dat was heel heftig. Want bij de tweede beklimming zag ik een poster hangen van een kindje wat overleden was. En de moeder erbij. En toen had ik het niet meer. We gaan gewoon vechten. Heb je nog wat aan je grote maat gehad? Ja, zonder hem had ik het niet gered. Zonder hem had jij het niet gered. Dirk, hoe was ja, het? Nou ja, nou, er komt emotie eruit. Dus, En dat mag ook, hè? Dat mag ook. Ja, heerlijk. Blij dat hij het gered heeft ook. En super. Lelijke stukken tegengekomen? Ja, mooie stukken noemen we dat. Mooie stukken? Dat is beleven. Dat is en daar gingen we voor en dat hebben we gedaan. Sapiens. We zijn daar klaar mee. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen, jongens. Dirk, nog 5 minuten, dan is de Alpe d'Huez 2012 geschiedenis. Hoe kijk jij erop terug? Ja, een geweldige mooie week. Een hoop mensen die hebben er emoties laten tonen. Ik trouwens zelf ook vanmiddag met Martin op. En de mensen hebben, ik moet eerlijk zeggen, er komen allemaal vreemde mensen naar me toe die hier staan. En mensen die gewoon komen kijken. En die zeggen, joh, wat hebben jullie het goed voor elkaar en gezellig. En het is toch alleen maar een goed positief verhaal, of niet? Dus het is eigenlijk is het een Alpe d'Huez met een gouden rand. Ik vind het van dit jaar met een gouden rand, ja. Ik teken het dan volgend jaar gereserveerd natuurlijk.
Hier achter ons finishen de laatste lopers en de laatste fietsers van de Alpe d'Huez 2012. Maar binnenkort zijn wij terug en hebben jullie heel wat nodig om geld in te zamelen voor de Ride for the Roses. Let op de Ride Friends en op de WOS de komende weken. Tot snel!